Hallo allemaal, mijn naam is Kita Muis. Ik ben een PhD-student aan de Tilburg Universiteit en ik schrijf een proefschrift over polarisatie. Tot nu toe zijn mijn bevindingen denk ik het beste vangen in de titel Ons soort mensen en die andere soort mensen. Als we kijken in het publieke debat hoe er over polarisatie gepraat wordt, dan zien we dat dat eigenlijk verschillende interpretaties heeft. Zo zegt de Telegraaf dat het gaat over leven in bubbels. Polarisatie zou iets kunnen zijn wat aangeleerd is. We zien dat de dreiging tegenover politici en ook demonstraties toenemen. Dat zou dan een indicatie kunnen zijn van toenemende polarisatie. Een debat kan gepolariseerd zijn. Polarisatie kan een product zijn. En tot slot zegt de Trouw: polariseer tegen de polarisatie. Dan zien we dat we het veel over polarisatie hebben, dat we ons er druk over maken, maar dat het niet heel duidelijk is wat polarisatie nou eigenlijk betekent. Dus ik wil jullie aan de hand van 4 W's meenemen door mijn verhaal om daar wat duidelijkheid in te schrijven. Ten eerste, wat is polarisatie nou eigenlijk? Ten tweede, wie polariseert er? Waar gaat die polarisatie over? En tot slot, waarom komt die polarisatie nou voor? Ten eerste, wat is polarisatie nou eigenlijk? Als we in de wetenschap praten over polarisatie, dan hebben we het over de mate van oneenigheid. En dan gaat het specifiek over meningsverschillen tussen groepen in de samenleving. Een polarisatie kan een staat zijn, wat betekent dat op dit moment mensen het oneens met elkaar zijn. Maar polarisatie kan ook een proces zijn, dus dat die meningsverschillen door de tijd eigenlijk toenemen. En vooral over dat laatste maken mensen zich tegenwoordig steeds drukker. Dan is de vraag, wie polariseert er? In mijn proefschrift doe ik onderzoek naar opleidingsgroepen, omdat er eigenlijk aanleiding is om te denken dat juist deze groepen steeds meer uit elkaar groeien. Zo zien we processen van modernisering, globalisering. En vooral de hoger opgeleiden die plukken daar eigenlijk de vruchten van, zowel economisch als cultureel. Daarnaast zien we ook dat de waarde van dat papiertje, van dat diploma wat hangt aan opleiding, dat dat eigenlijk steeds meer waard wordt in onze samenleving. Dus vroeger konden vooral rijke mensen hoger onderwijs volgen, maar nu hebben steeds meer mensen toegang tot onderwijs. Dus het is ook het idee dat als je uiteindelijk dat diploma gehaald hebt, dat daar een bepaalde status aan vastzit. Dat dat een indicatie is van vaardigheden, van slimheid, van kennis. Dus daar zit een bepaalde status aan in onze samenleving. Tot slot zien we het ook in de politiek. Er lijkt een groeiende kloof te zijn tussen de hoger opgeleide elite die ons moet vertegenwoordigen en het wat lager opgeleide normale volk. Nou, zo zien we dat die rol van opleiding eigenlijk steeds duidelijker wordt in onze samenleving. Maar dan is de vraag, waarover zijn die opleidingsgroepen dan zo oneens met elkaar? Dit heb ik onderzocht. Hier begon mijn proefschrift eigenlijk. En heb ik gekeken naar het verschil als polarisatie als staat. Dus ik heb allerlei meningen, waarden, normen onderzocht. Zoals bijvoorbeeld religie, hoe kijken mensen aan tegen de economie, wat vinden ze van individualisme, immigratie, allerlei zaken. En dan zien we, zijn die opleidingsgroepen het oneens met elkaar? Dan is het antwoord ja. En heel lang, dat weten we eigenlijk al heel lang, dat opleidingsverschillen een bron zijn voor meningsverschillen. Maar kijken we nou of die meningsverschillen door de tijd zijn toegenomen, dan is het antwoord nee. Sterker nog, op sommige gebieden, en vooral als het gaat over individualisme, autonomie, dat soort zaken, dan groeien die opleidingsgroepen eigenlijk juist naar elkaar toe. Ze worden het steeds meer eens met elkaar. Ja, zo lijkt het dus eigenlijk dat dat idee van polarisatie, dat dat meer een perceptie is, we zien polarisatie gebeuren, maar eigenlijk vindt dat helemaal niet plaats. Dan is de vraag, waarom nou? Waarom zien we het wel, maar waarom vindt het nou eigenlijk niet plaats? Dan is ten eerste een rol weggelegd voor media en politiek. Het gaat erom hoe dat debat in beeld wordt gebracht, hoe worden die meningen en die groepen in beeld gebracht. En dan zien we eigenlijk vaak vooral de extreme van dat debat, de extreme meningen. En zo hebben we al snel het idee dat dat ook representatief is voor de hele samenleving. Maar er is nog een belangrijke rol weggelegd voor identiteit. En dat werkt als volgt. Als er duidelijke groepen zijn in de samenleving, en net vertelde ik al dat opleiding een steeds belangrijkere rol krijgt in onze samenleving,
dan wakkert dat eigenlijk identificatie aan. Dus je ziet iets op tv over opleidingsgroepen en dan identificeer je je met jouw opleidingsgroep. Dit komt vooral voor bij de hoger opgeleiden, want die verwerven, die hebben een bepaalde status verworven in de samenleving. Er hangt een bepaalde status aan hun opleidingsgroep. Nou, en die identificatie, die leidt er dan toe dat mensen meer in wij-zij gaan denken. Dus wij, de hoger opgeleiden, en dan het idee dat al die mensen in die hoger opgeleide groep hetzelfde zijn. En die andere, lager opgeleiden, die ook allemaal hetzelfde zijn, maar wel heel anders dan de hoger opgeleide groep. Dus hoe belangrijker die identificatie wordt in de samenleving, hoe meer mensen ook gaan zien, en dus vooral de hoger opgeleide, dat er een verschil is, dat er polarisatie is tussen die opleidingsgroepen. En dit heeft invloed op mensen hun gedrag en hun keuzes. Want wat zien we? Dat hoger opgeleide zich eigenlijk steeds meer terugtrekken in hun eigen wereld. Ze gaan naar elitescholen, daar zetten ze hun kinderen op. Ze wonen in verschillende buurten en ze hebben ook gescheiden vriendengroepen. Zo zegt een hoger opgeleide respondent in mijn onderzoek: je vriendengroep bestaat uit OSM, ons soort mensen. Nou, en dan vertelt hij, daar voel je je prettig bij. Mensen met een lagere opleiding, die mogen daar wel bij. Maar meestal lukt dat niet en dan voelen mensen zich niet fijn. En dat is dan één grote mislukking. Een lager opgeleid iemand zegt, ja, hoge opgeleiden die voelen zich vaak beter dan lage opgeleiden. En zo zeggen wel meer mensen, hoge opgeleiden kijken op ons neer. Ze denken dat ze alles beter weten. Nou, en met deze ontwikkeling kan polarisatie eigenlijk een zichzelf vervullende voorspelling worden. Wat zoveel betekent als hoger opgeleiden het idee hebben dat die groepen zo anders zijn, dat die lage opgeleiden zo anders zijn dan zij, dan trekken ze zich terug in hun eigen wereld, waardoor die groepen zich eigenlijk zowel fysiek als in denkbeelden steeds minder tegenkomen. En dat kan dan uiteindelijk zorgen voor echte polarisatie. Dan wil ik graag afsluiten met een quote die gaat over de consequenties hiervan. Een van mijn respondenten die zei, ja, als ze uit elkaar gaan, dan heeft het geen tegenstellingen meer. Dus dat betekent, als die hoger opgeleide ons soort mensen zich terugtrekken in hun eigen wereld en die andere soort mensen ook, dan zie je binnen die werelden eigenlijk geen verschil meer. Nou, nu is dat een hele positieve gedachte en dat moedig ik altijd aan. Maar dit heeft wel negatieve consequenties voor zowel individuen als de samenleving als geheel. En daar wil ik het graag met jullie over hebben in de discussie. Dank jullie wel voor het kijken.